Hallo allemaal, over 2 dagen is het zover. Dan is het Sinterklaas. En daarna komt de kerstman. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen Sinterklaas en de kerstman? Laten we dat eens even gaan tekenen. Teken je weer mee? Ja, het is alweer bijna Sinterklaasavond. Ik denk, laten we nou eens... we hebben laatst al strooigoed getekend. Laten we nu eens Sinterklaas tekenen. Nou, we hebben Sinterklaas een beetje om moeten letten. Sinterklaas heeft een vrij rechte neus. Dus wat kun je het beste doen? Een beetje puntneus tekenen. En zo. Ja, en dan heeft hij natuurlijk zijn snor. Zo. En dan heeft hij een beetje van dat golvende lange haar. Zo. Met de wenkbrauwen. Zo, en dan heeft hij die meid erop. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het verschil met de kerstman. Kerstman heeft ook weer een bolle neus. Hè. Dit, Sinterklaas heeft een vrij rechte neus. En de kerstman heeft een bolle neus. Nou. De mijter. Dat haar dat golft zo een beetje. Zo, en dan heeft hij zijn baard die golft ook een beetje zo. Zo, en dan heeft hij natuurlijk zijn mantel eronder. Staf vast. Het heeft de kerstman trouwens niet, hè? Staf. Ik weet eigenlijk ook nog steeds niet waarom de Sint een staf heeft, maar waar dat goed voor is. Maar goed, staf, Sinterklaas, zo. Nou, een lang gewaad, zijn mantel. Ik wil hier wat schaduw aanbrengen. Hier ook onder die franjes. Zo. Wat schaduw. Nou, en dan is dat Sinterklaas. Nou, het verschil dus met die kerstman. Laten we die kerstman gewoon ook even tekenen. Hier nog even wat schaduw ook. Die stof. Zo leuk. Schaduw aan te brengen. Nou, de kerstman bijvoorbeeld. Nou, die heeft dus een bolle neus. Laten we die kerstman eens even tekenen. Een bolle neus. Vrolijke snor. Zo. Een pluizige wenkbrauwen ook. Zo. En dan een vollere baard. En die heeft natuurlijk in plaats van een mijter, heeft hij een kerstmuts op. Met zijn poemel eraan. Zo. En dan zie je al gelijk het verschil. Een bolle neus. Op bolle wangen. En ook een ander soort pak. Hè, want die heeft dan echt zo'n riem heeft die aan. Zo. Een bolle buik. En die riem op heeft, zeg maar. Zo.
Zo, ja, vaak heeft hij dan ook nog een zak bij met spullen. Zo. De kerstman. Ja, er is allemaal nog zo'n polsbroek, laarzen. Schaduw ook geven weer eronder, hier ook. Zo, naar de broek. De kerstman. Ook natuurlijk een zak met cadeautjes. Goed, nou dan zie je een beetje het verschil tussen de kerstman en de Sinterklaas. Ik zou zeggen, ga zelf eens een Sinterklaas of een kerstman tekenen. En ik zie jullie volgende week, wou ik zeggen, nee. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!